De Gentse feesten zijn steeds populairder bij de Nederlander. Onze sympathieke Noorderburen bedoelen het goed, maar na een aantal biertjes durven de cultuurverschillen alles onoverbrugbaar te worden. Dankzij enkele geboren en getogen Gentenaars kunnen ze nu gelukkig een inburgeringscursus volgen. We hebben een nachtprogramma samengesteld van de Gentse feesten, waarop dat er al staat wat er te doen is 's nachts. Maar we hebben daarin dit jaar een rubriekje moeten extra opnemen. Een soort van gebruiksaanwijzing voor de Gentse feesten voor Hollanders. Omdat de feiten de spuigaat en duidelijk is. Het probleem is, Hollanders kunnen niet drinken. Ze komen van de protestantse noorden van Europa. Wij zijn Bourgondiërs. En je merkt dat vrij goed in een drinkcultuur en hoe dat ze zich gedragen op straat. En het is daarom dat we die tekst hebben opgesteld. Zodat elke Hollander wordt ingepeperd aan welke regels dat hij zich moet houden als hij zich in de stad Gent zich wil begeven. Wat dat je ziet met Hollanders is dat die gewoon zijn om er altijd aan de regeltjes te houden, maar dan is er zo ene keer dat ze mogen feesten en dan gaat dat er direct weer over. Zakjes lekker door, zakjes lekker door en doet heus geen pijn. Om 12 uur staan die gasten daar strontzat op de Vlasmarkt. Dan is er nog niemand zelfs begin drinken van ons. Dan zitten wij nog aan de koffie. Een van de grote tips om de Hollanders bier te leren drinken in feite is dat ze gewoon pinten drinken en geen zwaar bier. Want tegen zwaar bier en duvel kunnen ze niet. Ze hebben geen pinten, hè? Ze hebben Heineken. Dus in feite, ze komen van water en dan gaan ze onmiddellijk over naar duvel. Komt het hun bier soms in de nachtwinkel? Ja, toch in de nachtwinkel. Ja, niet altijd, maar ja. Komt voor. Waarom? Ja, dat is makkelijker en goedkoper. Makkelijker? Ja. Goedkoper ook. Maar het is een ongelooflijk cliché, maar het is dus echt waar. Hè. Hollanders zijn strontig hier. Hè. Het is echt waar. Hè. Die kopen hun blikjes in een nachtwinkel. En het is aan mijn tijd breiden, hè, want er zijn nu ook boeren uit Sint-Niklaas en Aalst en Dendermonde die naar Gent komen. En die kopen ook al de bier in de nachtwinkels, want ze hebben dat gezien van de Hollanders. Maar iedereen uit Aalst of Sint-Niklaas die zijn bier koopt in de nachtwinkel, is ook een Hollander. Over het algemeen genomen zijn wij als Hollanders niet welkom hier, of wat is jullie punt eigenlijk? Nee. Eigenlijk zijn ze wel welkom. Ik vind, Hollanders zijn ook mensen. Maar het is een soort van... Heb begeleiding nodig. Dat is nog een probleem. Als je aan een Hollander vraagt, moet je een boterham hebben, dan zegt hij, lekker. In de plaats van ja of merci, zegt hij, lekker. En hij heeft nog niet eens geproefd, hè? En hij heeft nog niet geproefd. Ja. Oranje. Je bent iemand van Nederland, dat is duidelijk, hè, meneer. Ik kom uit Nederland. Uit Nederland. Ja. Schitterend. Ken je dan een boterham met uw vlak? Nee? Nee. We gaan u dat proberen doen bestellen, maar met de juiste tongval. Dus je zou de feiten moeten zeggen... voor mij een boterham met uw vlak en een lekske tierentijn, als je wilt. Doe mij een boterham met uw vlak. Nee, niet doe mij, hè. Dus, voor mij. Voor mij een boterham met uw vlakje en een tietje. Nee. Een lekske tierentijd. Alsjeblieft, meneer. Dankjewel. En dat krijgt ook nog bij meneer Nachtprogramma met een uitleg van hoe de Hollanders zich moeten gedragen hier in onze stad Gent. Ja, dus bij deze. Doe het. En loten smoken, meneer. Loten smoken. Dankjewel, hè. Dankjewel. Dankjewel. En je bent welkom, hè. Ja.